Hoi, ik ben Aart en in deze video leg ik jouw Bad Moon Rising uit op gitaar. Ja, Bad Moon Rising is eigenlijk een heerlijk kampvuurliedje. En ik heb al veel meer andere kampvuurliedjes en haardvuurliedjes uitgebracht. Check daarvoor ook even de beschrijving, want ik heb hele vette boekjes daarvoor. Kampvuurheld en haardvuurheld, daarin kun je lekker heel veel kampvuurliedjes leren spelen. En dit nummer is eigenlijk ook wel heel lekker. En het is een best wel makkelijk liedje voor gitaar. Makkelijk akkoordenliedje. Dus laten we er even induiken. Als je onder de video... Als je dan op meer klikt, dan zie je de hele beschrijving van de video. En in die beschrijving staat een link naar de bladmuziek van dit nummer. En als je die er even bij pakt, dan kunnen we lekker aan de slag gaan. We hebben een paar akkoorden. De D, de A en de G. Als het goed is, ken je die. En het zijn niet hele moeilijke akkoorden. Het slagje is wel wat moeilijker. Die gaat zo. Neer, neer, op, neer, op. En die is best wel snel. Want als je hem twee keer achter elkaar speelt, dan is de tweede keer komt meteen weer erachteraan. Dus dan krijg je dit. En dat is op zich nog wel te doen. Probeer dat maar eens eerst eventjes goed in te krijgen. En dan kun je daarna ook de akkoorden gaan wisselen. Daarvoor gaan we eerst even naar het refrein toe. Want dat is net iets makkelijker en dan kunnen we daarmee beginnen. En dan kun je er alvast een beetje inkomen. Begin met een G en dan krijg je die twee keer, dan twee keer de D, dan A, G, D, D. En dat klinkt dan zo. En dat is het refrein. Probeer dat erin te krijgen. Het is best moeilijk om die akkoorden snel met elkaar te wisselen. Dus probeer hem eerst wat langzamer. En je mag bij de laatste keer dat je opdoet bij het slagje ook best wel een beetje smokkelen. Dat je alvast het akkoord een beetje loslaat. En dan kun je naar het volgende akkoord gaan. Dan gaan we ook even kijken naar het intro. En het intro, dat is hetzelfde als in het couplet. Daar heb je ook een maat staan met twee akkoorden erin. Dus je hebt dan eerst een maat met gewoon het slagje. En dan krijg je daarna een A en een G in één maat. En wat je dan doet is twee keer omlaag per akkoord. Dus A, A, G, G. En dan weer twee keer een D. En dat klinkt dan zo. En dat is hoe je moet doen. Dus als je dat erin hebt zitten, dan kun je dit liedje lekker gaan meespelen. Mocht het nog lastig zijn om op het goede tempo mee te spelen, dan kun je op YouTube ook bij het tandwieltje de snelheid aanpassen. En dan is je eerst wat makkelijker om mee te doen, dan kun je er lekker in komen en dan kun je steeds meer het tempo gaan opbouwen. Als je dat op je laptop of computer doet, dan kun je ook dat nog aanpassen, zodat je hele kleine stapjes in een tempo kan zetten. Dus dat is ideaal. Een perfecte tool voor het oefenen. Nou, als je deze erin hebt zitten, dan kun je natuurlijk in mijn kampvuurboekjes nog veel meer andere leuke kampvuurliedjes leren spelen. En vergeet ook zeker niet eventjes te abonneren en te liken deze video natuurlijk. Kijken is liken, zeg ik altijd. Dus doe dat eventjes en check de andere kampvuurliedjes en dan zie ik je weer in de volgende video. Hoi hoi! Hey Aad. Het is echt wel jouw passie, hè, dat gitaar spelen. Absoluut, dat is mijn grootste passie. Gaaf. Wat is jouw passie? Ja, om mensen te laten abonneren. En het leuke is, onze beide passies kun je leren door je te abonneren.